Een bekend tafereel op de eerste dag van het jaar, de traditionele nieuwjaarsduik. In Helmond zagen we dit vandaag al. En hoe voelt het? Voor mij hetzelfde als gisteren. Ja, het is oké voor mij. 2 graden denk ik, 2, 3 tussenin. Succes. Dankjewel. Hans Konings is 72 jaar. De oud-badmeester haalt zijn schouders op bij de traditionele nieuwjaarsduik. Daar staat voor hem gereed voor. Die mensen werven er misschien 1 minuut in en dat is afgelopen. Maar ja, als je zoiets leuk vindt, dan moet je elke dag gaan, vind ik. De Brabantse Iceman heeft zijn eigen methode ontwikkeld om de kou te trotseren. Ik loop gelijk het water in en ik laat me onder het water zakken. Ik laat de temperatuur op me inwerken, de kou even. En dan kan ik vooruit. En dan kan ik wel tot 20 minuten blijven zwemmen, geen probleem. Jeugdvriend Piet kent Hans al 60 jaar. En komt elke dag kijken en houdt alles goed in de gaten. Ik kom nou mijn vriend van vroeger van school uit naar het zwemmen kijken. En ik waarschuw hem daar wel bij dat hij niet onderkoeld raakt, want dat gebeurt spontaan. En dan voel je je niet aankomen. Daarom nog even de tips van de meester zelf voor uw nieuwjaarsduik. Ja, lekker rustig het water in lopen, je eigen onder water laten zakken met de schouders. En de laatste tip? Een lekker kopje erwtensoep na. Of een lekkere whisky. En als op 1 januari iedereen na 1 minuut het water alweer uitrent, dan is 1 ding zeker, Hans gaat nog even door.